Welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ben eigenlijk nog steeds zo blij dat ik weer helemaal naar donkerbruin ben gegaan. Als het nu blond was geweest, was het echt een ravage. Echt een hele mooie serie. Dus als je nog een goede serie zoekt, voor op Netflix. 13 Reasons Why. Oké mensen, it's a wrap. Het zit weer op. Ik heb even buiten nog in de zon gezeten. Met mijn broer, schoonzus, zus, moeder en vader. En het is nu inmiddels, even kijken, 4:15. Dus ik ga de rest van de bende allemaal opruimen. Ik heb de video's afgemaakt en make-up zit er nog op. Mijn zus zegt ook al, oeh, heavy roze. Maar mijn moeder zegt ook al, het is niet voor alledaags. Maar ze zegt, het is wel leuk. Leuk combi. Mam, supporter. Mijn moeder begint ook al steeds leuk te vinden van die aparte dingen. Dus dat is wel leuk. Oeh, knalt. Top. Niks meer aan doen. Oké, de rest van mijn make-up laat ik gewoon lekker zitten. Dat haal ik gewoon vanavond eraf. En dan ga ik even een thumbnail foto nog creëren. Hey mensen, het is heel erg. Ik ben bezig voor de NYX Face Awards. Tweede thema. I don't feel it. I don't feel it. Ik weet niet wat ik hiermee moet doen. Ik ben hier al vanaf 6 uur mee bezig. En inmiddels is het zelfs al bijna 8 uur. Ik kan het er nu af gaan halen. Ik voel het gewoon niet. I don't know. Ik weet niet of ik hem eraf moet halen en overnieuw moet beginnen. Maar dan wordt het echt een uur of 10, 11 voordat ik klaar ben. En dan nog hou ik me nu aan het thema. En wat ik dan nu wil gaan doen hierna is niet van het thema. Dus pure frustratie. Alles eraf gehaald. Ik ben er gewoon niet blij mee. En hier kom ik ook echt niet mee in de top 10. Maandag moet ik werken. En dinsdag is de enige dag nog dat ik dan kan filmen. Moet bewerken en gelijk online moet zetten en moet versturen. Dat is echt de deadline. Stress. Oh my gosh. Het is vanavond vrijdagavond. En oef. Ik ben vanaf 6 uur bezig geweest tot 8 uur. En ik haal het er gewoon af en het is weer weg. De dag van de YouTube-gathering. Rosanne kan er ieder moment aankomen. Ik denk dat het hooguit nog 10 minuutjes kan duren. En dan is ze hier. De zusje rijdt mee. Die gaat shoppen in Utrecht. Ik ben helemaal done. En Rosanne belt me op. En vanochtend had ik echt een felrode sexy dress aan. En Rosanne zegt, doe je Levi's shirt aan. Doe ik me ook aan. Twins, ik steun jou. Oké. Levi's it is. Ik heb mijn hair extensions in van Sasha. En ja, die zitten weer lekker gematcht in mijn haar. Dus helemaal prima. Verder heb ik best mijn make-up wel basic. Ik heb L op van Lime Crime. Wimpers van Mink 3D lesjes. Die zijn van eBay. Wenkbrauw gedaan met Anastasia. En een brow gel van Milani. En mijn ogen heb ik gewoon bruin en licht. En dan gewoon lekker een lekkere wing. Ik ben helemaal klaar. Helemaal klaar voor. Jam, jam, jam. Dat is geen mooi shot. Hallo lieve kijkers en leuk dat jullie weer kijken. Ik ben vandaag met Rosanne, met Paula en met Rachel. Want we gaan vandaag naar de Dutch YouTube Gathering. Zit je daar om mijn buik te wrijven? Vind ik lekker. We zijn aangekomen bij de Dutch YouTube Gathering. En hebben we er zin in? Ja! Yeah! Hey Ken! Hoi! En wie heeft dat? Hij heeft ook een YouTube kanaal. Dat maakt die Minecraft-video's. Heel Tino X. Maar ik wil even een heel hard applaus voor de man die hier een hele experiment is voor jullie mogelijk te maken. Ilko! Dankjewel. Ilko, wat wil je zeggen? Ja. Dit is de Wall of Fame, hè, Paul? Haar mond in de haar. Oh, ik kan niet meer. Muziek uit YouTube.
Ik ben ook begonnen in 2007. Is dat echt? Freedom! Hi Sjaal. Ik ben één en al Sjaal. Vorige keer in de vlog, toen had ze de Sjaal zo. Ik ben één en al Sjaal. En toen zei ze echt zo, ik ben eigenlijk gewoon één en al Sjaal. Dus lief, ik ben één en al Sjaal. Oké jongens, we zitten heerlijk aan het terrasje. Lekker. Aan de wijn. En aan de rosé. Ja. En we gaan straks lekker pizza eten. En dan nog wachten op Glenn. Oh, echt? Wat goed. Wow. Rustig aan, Glenn. Doe even. Wat gebeurt er? Oh, die video ziet er echt super lekker uit. Moet ik best doen? Nee. Oh, lekker. High five. Abonnee. Zo dit. En, Maatje, hoe ervaar jij deze dag? Ja. Kijk, trouwens messen. Glenn kan zo goed eten. Oh, ik dacht je gewoon een t-shirt laten zien. Ik denk ook Glenn. Ja, ik kan niet meer joh, ik zit helemaal vol. Grote jongen. Grote jongen. Geef me gewoon die babypizza voor een keer. Ja, dat is wel lekker. Je hebt drie wijn op, het is klaar met jou. Weet je wat is met Maastricht? Hoe heb je daar gewoon zo'n stoelwinkel? Ja. Het lijkt wel Sex and the City zo. Dit is echt onwijs. Ja. Maar dit is groot, jongen. Oh, Bershka is echt mijn favoriete winkel. Het is gewoon nog open. Ja, precies. Ik zal dus de oude sport. Oké, mensen. Je auto zoeken. Mijn hemel. En mijn voeten? Die kunnen niet meer. Blaren. Wat een ramp. Oh, ik weet het niet. Oh mijn god. Oké, hier sta ik ook niet. Waar sta ik nou? Wat ben ik blij om jou te zien, auto. Mijn hemel. Oh, jongens. Dit was een rit. Echt waar. Wauw. Eén ding betekent het wel. Ik moet echt fucking met openbaar vervoer reizen. My life. Momenteel zit ik weer in de auto. En mijn hemeltje. Wat ben ik blij dat ik weer in de auto zit. Het was zo bizar. En zoals ik al zeg, ik kom nooit in Amsterdam. En in mijn up in Amsterdam, dat is helemaal een overleving bij mij. Ik ben zo erg gewend gewoon puur om de auto te pakken in de polder en het is allemaal recht toe recht aan. Geen bochten, geen moeilijke dingen, geen stoplicht na elke paar meter. En oh, ik wist al dat dit zo zou gebeuren, maar om het even kort uit te leggen aan jullie. Mijn vriendinnetje Rosanne zegt, ja, je kan je auto gewoon bij de arena parkeren en vanaf daar de metro pakken. Dus nou ja, goed. Ik was bij de arena en ik pakte mijn navigatie erbij op mijn telefoon. En ik kon dus gewoon echt werkelijk waar helemaal niks vinden. Dus de arena stond ik, wilde naar de metro, kon de metro niet vinden. Dus mijn navigatie stuurde me telkens rondjes om de arena. Toen begon het kaart te regenen en te hagelen. Dus was ik al helemaal verwijt. En ik had een rokje aan, dus ik moest mijn rokje altijd naar beneden houden. En mijn nepwimpers vlogen alle kanten op. Dus nou, en dan weet je wel hoe mijn situatie was. Plus nog regen en hagel erbij, geen paraplu mee, dunne leren jasje. Ik was er helemaal klaar mee natuurlijk. Dus ja, de blaren zitten onder aan mijn voeten, dat voel ik. Dus ik ben zelfs heel erg blij als ik zelfs bij mijn vriend ben. En dat ik gewoon lekker eindelijk die sleehakken uit kan doen. En oh nee, ik ben zo blij dat ik gewoon op de terugweg met Julia gewoon mee kon richting de metro. Dat we daar tot de arena weer uit konden stappen. Dat ik toen gewoon weer wist waar ik was. Maar toen kwam natuurlijk tot de speurtocht richting mijn auto. Want ik had dus foto's gemaakt waar mijn auto stond bij A. Want je had A tot en met F geloof ik daar. Maar ja, hoeveel ruimte A wel niet voor zich had. Dus dan iedere keer dus blij de verkeerde kant van de A. Dus ik moest zeg maar de kant hebben waar de uitgang en ingang was. Nou, en ik kon die gewoon niet vinden. Dus eindelijk mijn auto gevonden, super blij. Dus ik zit nu in de auto en nu is het alleen nog maar recht toe recht aan. Maar na de arena was het ook allemaal zigzag. Dus dan ging ik ook twee keer weer verkeerd. Ik kan 1 niet op mijn navigatie rijden. 2, ik kan niet rijden in de stad. En 3... Als je dan ook nog weet dat je te laat bent bij de niks lunch, dan kan je jezelf even voor je kop slaan. Het is beter dan helemaal niet komen natuurlijk. Maar ik moest er om
1 uur zijn en ik kwam er iets over 2 uur, denk ik. Iets voor 2 uur. Nou, dan kom je dus binnengelopen en dan denk je echt van, oh, ik schaam me dood. Iedereen zat er al natuurlijk en oh nee, ik vond het echt verschrikkelijk. Als je dan, ik ben normaal gesproken altijd juist als eerste, ik ben juist altijd een kwartier te vroeg. Maar dit was gewoon echt waardeloos. Ik dacht echt van, Rachel, wat ben je eigenlijk allemaal aan het doen gewoon? Ik zat echt, het was gewoon echt terror in mijn hoofd. Ik had zweetvlekken everywhere. En nou ja, zoals ik nu al zeg, ik ben straks als blij als ik gewoon straks Berkenam in rij, mijn schoenen uit kan doen en gewoon lekker kan chillen. En dat ik toch inderdaad kan denken, hey Rachel, je bent bij de lunch geweest, heb je inderdaad een paar meiden die je al volgde. Dan heb je eigenlijk in het echt gezien en dat is natuurlijk al echt super leuk. En Wies was er ook en Wies die zit zeg maar echt bij het social media gedeelte. Dus die beheert zeg maar de social media voor niks. En zij is altijd al een inspiratie voor mij geweest qua overlooks en alles. Dus dat was ook heel leuk om haar te ontmoeten. En de zon schijnt nu, dat had ik beter onderweg kunnen hebben, want ik was echt zeiknat geregend. En ik had echt het idee, oké, zo draait mijn nepwimpen gewoon af. En dan denk ik, haal me hier maar weg. Maar goed, hier zie ik nu al dat ik lekker hier bij de lek rij. Dus dat is een bekend stukje voor mij. En dan moet ik hierna nog even dan rechtdoor en dan sla ik af en dan ben ik er bijna. Dus het komt helemaal goed, maar wauw, wat een wereldreis zeg. Als je alleen maar polder gewend bent en je reist nooit met openbaar vervoer, dan moet ik dat toch dus echt wat meer gaan doen. Want oh, als ik toch nog eens een keer een belangrijke afspraak bijvoorbeeld in Amsterdam heb, dan ben ik gewoon een sjaak. Omdat ik gewoon niet eens weet hoe ik bijna in Amsterdam moet komen. En iedereen zegt ook al, je moet het gewoon niet met de auto doen. Je moet gewoon lekker met openbaar vervoer doen. Dan kost het maar wat. Want ja, ik heb natuurlijk ook geen OV meer. Maar goed, dit was dus een beetje een teleurstelling voor mezelf. En dat echt zoiets van, Rachel, je bent zo aan het tobben. Wat ben je allemaal aan het doen? Maar ja, goed, het is goed gekomen. Maar een kleine update.